Dag dames en heren, deze donderdag ging best aardig van start met vanochtend vrij brede opklaringen op veel plaatsen, vrij veel ruimte voor de zon, maar langzaamaan nam vanuit het zuidwesten de bewolking toe en op dit moment zien we de eerste buien voorzichtig het land binnentrekken en de komende uren, vooral vanavond, zullen dat steeds meer en ook steeds actievere buien gaan worden, misschien lokaal zelfs met onweer. Niet alleen buien liggen klaar, maar ook een krachtig windveld. Dat ligt op dit moment boven het kanaal en komt eveneens onze kant op en zal vooral vanavond en de eerste helft van de nacht onze omgeving gaan passeren. Op veel plaatsen zal dat aanleiding gaan geven tot zware windstoten en misschien op sommige plaatsen wel zeer zware windstoten van meer dan 100 km per uur. Nou, die wind hangt samen met een behoorlijk actief lage drukgebied, op dit moment voor de Engelse oostkust. Maar dat lage drukgebied gaat zich langzaam richting het noordoosten begeven, over de Noordzee richting Denemarken trekken en het windveld daarvan komt eigenlijk praktisch recht over ons land heen. De komende dagen zijn we van die wind af, want dit weekend zien we dat de lijntjes, de witte lijntjes, dat zijn lijnen van gelijke luchtdruk, behoorlijk ver uit elkaar komen te liggen en dan staat er juist heel weinig wind met weliswaar nog steeds tot wisselvalligheid, vooral zaterdagavond en zondag kan er zo nu en dan een bui vallen, maar er zal ook zeker ruimte zijn voor wat zon. Nou, we gaan ons eerst even richten op het windveld en dat zien we hier in het Duitse weermodel ICON van zuidwest naar noordoost vanavond passeren. Oranje is de windkracht 9 en rood is zelfs de windkracht 10. En vooral langs de noordkust en boven de Duitse bocht zagen we behoorlijk wat rode kleuren. Dat betekent dat daar dus misschien wel enige tijd een zware storm kan komen te staan vanavond. Een windkracht 10. Nou, elders waait het wat minder hard, maar de kans op windstoten is wel overal aanwezig. En dat zien we in het Nederlandse harmoniemodel. Dit is een kaart voor vanavond 7 uur. De gele kleuren tonen windsnelheden aan van 75 km per uur of meer. En vanaf oranje en rood wordt het 100 km per uur of zelfs hoger. En dan zien we om 7 uur vanavond, vooral boven het zuidwesten van het land, al een paar behoorlijk donkere strepen lopen. Dat zijn buien die heel lokaal windstoten produceren. Dat zijn dus die lijntjes die je door het landschap ziet. Zetten we de boel in beweging, dan zien we dat het grotere windveld later vanavond van zuidwest naar noordoost over ons land schuift, met dus in het hele land misschien wel windstoten tot zo'n 100 km per uur. Nou, daarna is het ook heel snel weer afgelopen en morgen waait het eigenlijk matig tot vrij krachtig, maar komen zware windstoten in vrijwel het hele land niet meer voor. Nou, op dit moment hebben we een verwachting uitgezet voor de verwachte windstoten vanavond en de eerste helft van de nacht. Het land is opgedeeld in min of meer drie gebieden. In een brede zone over het midden van het land. Van Zeeland naar het noordoosten ongeveer, daar worden windsnelheden verwacht van 90 tot 100 km per uur. Maar her en der, zeker tijdens buien dus, zou daar best wel eens een windvlaag tussen kunnen zitten van 105 of misschien wel richting de 110 km per uur. Dat is dus het oranje gebied op deze kaart en daar worden in feite de minst hoge snelheden verwacht. Al kan er dus her en der wel een flinke uitschieter bij zitten. In het zuidoosten van het land, daar worden de zwaarste buien verwacht. Daar vindt namelijk de meeste windschering plaats. En windschering is in feite het verschil in windsnelheid tussen het aardoppervlak en de hogere niveaus in de atmosfeer. En de theorie is, hoe groter dat verschil in windsnelheid, hoe krachtiger de buien zich kunnen ontwikkelen. Nou, daar zijn dus de zwaarste buien mogelijk. Misschien ook wel met onweer of wat hagel. En tijdens een echt zware bui zou in geval van een valwind misschien wel een windsnelheid kunnen voorkomen tot 120 km per uur. Daarbij moet wel vermeld worden dat de windstoten daar heel kortdurend zijn. De buien verplaatsen zich namelijk snel en dat betekent dat het na enkele minuten vaak alweer rustiger wordt. Dat is heel anders in het noordelijk kustgebied. Daar worden in de loop van de avond en de eerste helft van de nacht windstoten verwacht, veelal boven de 100 km per uur. En op de Waddeneilanden zou dat lokaal zelfs wel ruim 120 km per uur kunnen bedragen. Het windveld dat over de Noordzee trekt schampt namelijk het noordelijk kustgebied, trekt dan richting Denemarken en zou dus vooral langs de noordkust kunnen leiden tot storm, misschien zelfs wel heel even tot zware storm en dus windstoten van ruim 120 km per uur. We hebben de afgelopen tijd veel regen gehad. De bodem is behoorlijk zacht en dat betekent dat bomen wat sneller kunnen omwaaien dan we anders gewend zijn. Lokale schade of overlast is vanavond en vannacht dus wel mogelijk tijdens die storm.
Nou, vanavond dus, qua weerbeeld, een paar actieve buien. Vooral in het midden en zuidoosten van het land lokaal met onweer. En dus die zware, lokaal zeer zware windstoten die over het land trekken. Komende nacht wordt het dan een stuk rustiger. Het noordelijk kustgebied heeft eerst nog met storm te maken. Dat trekt geleidelijk weg. Daarna volgen de opklaringen. Een enkele bui blijft wel mogelijk en de temperatuur daalt achter dat windveld geleidelijk naar zo'n 3 tot 5 graden. En morgen overdag is het dan ineens een stuk rustiger. Het waait nog wel vrij stevig, matig tot vrij krachtig en in de kustgebieden misschien nog af en toe even krachtig. Een windkracht 4 tot 6, maar zware windstoten zijn niet meer aan de orde. En qua weerbeeld ziet het er eigenlijk heel vriendelijk uit. Er zijn zonnige perioden, er valt nog een enkele bui en de middagtemperatuur ligt gemiddeld rond een graad of 9. En ook de dagen daarna, zoals gezegd, zijn relatief rustig met vooral in het weekend vrij weinig wind, windkracht 2 of 3. Overdag is het een graad of 8 en vooral zondag krijgen we in de loop van de dag te maken met wat regen. Vanuit het zuiden zal dat gebeuren. En ook volgende week valt van tijd tot tijd wat regen of een bui. De bewolking gaat dan geleidelijk wel overheersen. Maar mocht het even opklaren, dan kan het overdag best een tijdje zonnig worden met temperaturen rond 10 graden. Tegelijkertijd worden de nachten dan een stuk kouder, met gemiddeld waarde iets boven het vriespunt. Maar in het binnenland zou het her en der best wel even tot een graadje vorst kunnen komen. Ik wens je nog een mooie dag.